Zo. Oké, okay, nou. Okay. Nou, dat is de andere kant. Ook hier dit lager. Ja, er zit nu geen as in. Dus het lager wordt niet opgespannen. Maar ik weet dat die lagertjes zijn van Volkswagen niet heel tenderend. En als je de sportvering onder had, wat hij vroeger had, dan had ik elke 40.000 kilometer een kapot wielager. Nou ja, die lagers zijn niet heel erg sterk. Goed, we hebben er weer een moertje achter zitten. Het eerste wat we gaan doen is proberen de wielflens eruit te krijgen. Kijk, dit lager gaat kapot. Dat geeft niet. Ik weet niet waarom, maar dat geeft mij totaal niet. En ik zie hier ook dat het verdroogd vet zit. Kijk, eigenlijk een uitdaging. Want hier, deze ring, die moet hier vanaf gehaald worden. Ja? Die moet je heet stoken. En er zitten twee sleufjes in. Daar kun je metaalbeitel, een wig tussen slaan. Nou, toch ziet dat er niet heel slecht uit, wat droge hoge lagers. Oh ja. Zo. Maar, ook goed. Deze heeft een iets groter probleem, zie ik. Want ik zie de sierklip niet, daar zit die. Nou gaat het nog regen ook. Het is altijd zo hier in Nederland, als je eenmaal lekker bezig bent. Nou, deze is zo vet. Die trekken we er zo uit. Oh, nou, zoals ik al zei, nu gaan we dus het buitenlager eruit trekken. Ik heb eerst het binnenlager gemolesteerd. Dat is... Oh, verdomme, interieur. Nou, dat kwam even... Dus nu gaan we het binnenlager eruit trekken. Ik ben even de steun kwijt. Dus de steunkousen die zijn weg, dus ik moet nu een klein beetje rommelen. Dat is een nadeel. Want dan ben je stabiliteit kwijt. Dan moet het niet hard doorregenen, hoop ik. Zo. Ik ga dat wel vastzetten. Dus ik klem daar ergens op. Kijk, dan ben ik mijn stabiliteit kwijt. Nou. Zo. Ik heb de sierklep eruit, dan gaan we kijken hoe snel. Ondertussen regent het hier nog harder. Nou, ben benieuwd. We gaan eens even kijken hoe snel dit lager de geest geeft. Oh ja. Gaat al één moer af ergens. Moet wel op schroefdraad letten. En ook dit lager is eruit. Heb je gezien hoe dat wil? Nou, simpel hè. En dan is het rest goed schoonmaken, invetten tijdens montage. Het montage laat ik ook wel weer zien. Ik ga het spul even naar binnen doen, want ik ben klaar met het weer. Hey, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Jeetje, kleren weer.